Hoe onderscheid ik me van de rest op social media? Of je wilt of niet, je bent een merk. Je bent het merk jij. En of je nu in loondienst bent of je, bent, uh, je hebt een eigen bedrijf. Je bent jij. En op dit moment heb je een baan, op dit moment heb je een bedrijf... maar je weet eigenlijk in deze tijd dat, dat er geen enkele garantie is... dat je die over zes jaar nog steeds hebt. En hoe zorg je dat je over zes jaar een job gaat krijgen die jij wilt, dat je denkt hij komt op mijn pad, hoe toevallig? Nou, is helemaal niet toevallig. Je hebt daaraan gewerkt. Je hebt namelijk een personal brand gecreëerd, of je wilt of niet. En hoe creëer je een personal brand? Door wat je aan hebt, door wat je zegt, door waar je bent. En op dit moment kijk je naar een video van mij. Ik heb op dit moment een overhemd aan. Ik zit voor een boekenkast met boeken. Uh, en je ziet een video. Er is dus heel duidelijk nagedacht over mijn personal brand. Mijn naam gebruik ik in mijn brand. En dat is niet nieuw. Dat, werd, dat is zo oud als de weg naar Rome. Als je kijkt naar oude bedrijven, Albert Heijn. Albert Heijn, dat is de man die hem oprichtte. Zo heette die man. Die is toen een winkeltje begonnen. En die noemde die maar Albert Heijn. En nu is dat een groot concern. En je kent de geschiedenis. Zorg ervoor, en het is niet noodzakelijk natuurlijk dat elke onderneming moet heten zoals de directeur heet. Dat hoeft helemaal niet. Maar het illustreert wel wat een personal brand is. Ik kies ervoor om met mijn eigen kop op beeld te gaan. Niet omdat ik daar zoveel zin in heb, maar omdat ik weet dat het werkt. Ik weet dat het werkt. Want als ik in een zaal vol ondernemers loop, dan kent een heel groot percentage mijn hoofd omdat ze deze video's hebben gezien, of niet allemaal. Ze hebben er misschien één gezien, misschien hebben ze er wel zes gezien. Ik ben dus geen onbekende meer. Mensen vinden het daardoor leuk om met jou te praten. Omdat ze je herkennen van het YouTube-kanaal. Of van je, welk kanaal je dan ook hebt. Dat is wat personal branding doet. Antwoord op je vraag: hoe onderscheid ik me van de rest? Nou, op deze manier. Laat je zien. En het voordeel is dat de meeste ondernemers, en ik zeg het maar. Eerlijk, zoals ik het zie, een beetje lopen te slapen. Op dit moment denk je, oh, het loopt wel goed, de economie trekt aan, dus het loopt allemaal wel lekker. Maar ze vergeten één ding: de economie blijft niet altijd goed gaan. En hoe gaat het met jouw bedrijf op het moment dat het economisch slecht gaat? Hoe heb je dan geïnvesteerd in jouw naamsbekendheid, in jouw personal brand, dat mensen je dan ook weten te vinden? Dat, dat ze dan niet eens twijfelen. Nee, ze moeten jou hebben, want dat is de eerste naam die oppopt in hun hoofd. Laat in een reactie onder deze video vertel eens hoe treed jij naar buiten en kan ik jou mogelijk helpen? En als het zo is, uh, laat in een reactie weten hoe ik je dan kan helpen. Ik help graag. Um, en dat kan uh, zijn door nog een video voor je op te nemen. En als je zegt: Ik wil heel graag met jou in gesprek komen, Steven, vind ik dat ook superleuk. Nodig ik je uit. Op mijn kantoor. Dit aanbod hebben we niet wat voor bedacht. Maar we gaan het wel gewoon doen. Echt super leuk. En wat, wat ik uh, voorstel is dus een gratis inspiratiegesprek. Voor jou normaal dus 190 euro kost die. Uh, en nu uh, ga ik hem aan jou gratis weggeven. Je moet twee dingen doen. Je moet reageren onder deze video. Zodat ik weet uh, dat jij hebt gereageerd. En daarna moet je me een mailtje sturen. Zoek mijn mailadres ergens op. Stuur me een mail met de link van deze video, de, de URL van deze video, in die mail geplakt, zodat ik weet dat je me mail stuurt naar aanleiding van deze video. En vraag, Steven, ik wil graag een inspiratiegesprek. Dan neem ik met je contact op, gaan we een plannen? Kom jij naar deze studio of zoeken we een andere plek dat we elkaar ergens meten, ergens in het land? En ga ik jou waarde geven? Ga ik met jou brainstormen? Hoe kunnen we jouw personal brand neerzetten? En als je hem al hebt, hoe kunnen we hem versterken? Hoe kunnen we video inzetten? Hoe kunnen we video marketing inzetten? De bel gaat, ik heb een uh, nieuwe afspraak. Ik zie jou volgende week. Of bij een andere video ergens. Ik check je mail. Oké, okay, bye bye. Heb je ook een vraag? Laat een reactie achter.